Thomas! Ik heb een brief voor je moeder. Geef jij die maar. Anders krijg je vader misschien in handen. En niet vergeten, hè? En kijk uit voor dikke Willy! Wacht! Bent u in het bos geweest? Ja, is toch niet verboden? Wat moest u in het bos? Een brief bezorgen. Bij wie? Bij William. William? William het konijn, woont vlak bij de poel. Ah, William het konijn. Was hij thuis? Ja. En is William ook getrouwd? Ja, hij heeft een vrouw, Carla. Veel kindertjes natuurlijk. Nee, helemaal geen kindertjes. William is onvruchtbaar. Onvruchtbaar? Volgens de dokter. Welke dokter? Dokter Everswijn. Genoeg plaggen! Je hebt u vuur in het bos gemaakt, of niet? Nee, wat moet ik met vuur? Mag ik uw handen even zien? Nee. Ik ben bevoegd, plaggen. U hebt in de grond zitten vroeten. William zijn holletje was ingestort. Ik heb hem geholpen met uitgraven. U hebt een kuil gegraven om het vuur in te gooien. Ach man, schijt toch uit. Waarom zou ik vuur maken? Dat weet ik niet, maar daar kom ik achter, plaggen. Plaggen? Is er post voor mij? Ja. Een brief? Dat denk ik. Weet ik natuurlijk niet zeker. Zou wel raar zijn als een postbode in andermans post ging snuffelen, hè? Hier die brief, plaggen. Geen sprake van. Ik ben postbode en bezorg mijn brief op het juiste adres. Die brief is voor mij en ik ben hier. Is hier een adres? Zien wij hier een brievenbus? U gaf Thomas wel een brief. Dat was een uitzondering. Oh, en voor mij wilt u geen uitzondering maken. Juist. Ik krijg u te pakken, plaggen.